staat helemaal niet wie welke map mag hosten en zo. Nee, wij staan als eerste, dus ik neem alle tijd op map 1 hosten. Ja. Ah. Ik heb gestuurd naar die Simon. Are you still here? Volgens mij is hij er niet. Dus ik end de chat, laat pik, ik pak wel iemand anders. Contact live support. Zo. Om 88 om 5 houden. Holy shit. Hi, Josh. Ik heb ook geen geen friend request. Nee. Could you provide me with your match ID, bro? Doe een beetje moeite. Je bent op dit toernooi gezet. Ik ben trouwens aan het recorden van alles. Ja, cool. Afleiding shit even weg doen. Kan jij die bracket ook zien, Jess, nu of niet? Ja, deels. Oh ja, ik zie het. Zo, bracket. Ja. Maar ik kan dus niet op matches klikken, dus ik kan ook nog steeds niet zien wat anderen spelen. Tering, ouwe. Tegen de nummer 15 of de nummer 2, zometeen. Ik weet wel tegen wie we spelen. Oh, ik kan het wel zien trouwens. Iedereen speelt dezelfde maps. Echt? Ja. Waar kan jij dat zien? Mensen, als je op zo'n team klikt, zeg ja, maar. Ja, oké, okay, ja, dan wel. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Even kijken wie hun spelen. Active. Ja, iedereen speelt eerst allemaal dezelfde map. Nog steeds geen vriendschap of zo? Nee, zal ik hun maar gewoon adden? Ja, team? Laten we dat maar doen. Ja. Want ik heb daar geen zin in, dat gezeik. Tot hoe laat hebben ze eigenlijk? Nog maar 2 minuten. Oh. Maar die mod reageert niet.
Josh reageert nu, dat is mooi. Nee, ik heb nog steeds niks aan. Dit wordt een gratis kwartfinale, bro. Lekker, ouwe. Ik maak geen grap. What the fuck? Heb je toestemming gehad of niet? Nee, nog niet, maar hij zegt at 10 minutes we can message your opponents for no show if you have not been contacted. Ik zeg wel, you can message him. It's been 10 minutes. Ik heb ze 5 keer toegevoegd. Aan de ene kant wel jammer, maar nu ik de maps heb gezien, denk ik, oh, prima. Ja, echt zo. Wat een kut map. Oh, ja. Het had bijna niet slechter gekund. Echt zo. Oh, oh, oh. Ik hoop zo dat we de volgende... Zeg de nummer 2 van Europa, besef je dat wel even? Ja, maar dat... ja, maar fuck dat, bro. Dat we gewoon maps hebben die wij wel goed kunnen, zeg maar. Ja. Hoe lang moeten we nog wachten eigenlijk, denk je? Weet niet.